Lekker ontbijten met de burgemeester, dat is niet iets wat je iedere dag doet. Dinsdagochtend waren 22 leerlingen van basisschool De Palster uit Uden uitgenodigd om samen met de burgemeester te ontbijten in de raadzaal van het gemeentehuis. Dit alles rondom de week van het Nationaal Schoolontbijt, waar aandacht gevraagd wordt voor het belang van ontbijten en een goede voeding. En jullie juf heeft het al verteld waarom dat zo belangrijk is. En ik geloof dat jullie zelf het ook allemaal meegebracht hebben, zodat wij dadelijk met elkaar gezond gaan ontbijten. En dat moet je maar bedenken, wij kunnen dat. Maar er zijn ook heel veel kinderen van jullie leeftijd in de wereld die helemaal geen ontbijt hebben. En die scoren dus opstaan met honger en s'avonds met honger naar bed gaan. Jaarlijks hangt er ook een goed doel aan het Nationaal Schoolontbijt. Dit jaar is dat Jantje Beton. Burgemeester Hellegers betaalt symbolisch voor het ontbijtje door middel van een donatie aan Jantje Beton.